Het is geen wild zwijn. Het is niet een varken wat wij kennen. Nee, het is een wolvarken. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze lopen hier echt rond op de Veluwe. En het is het lekkerste vlees wat er is. Wij gingen op onderzoek uit naar dit toch wel aparte dier. Is een apart soort varken, hè? Ja, dat is een heel apart soort varken. Dat is een Mangalitas. Nederlands vertaald, ja, Nederlands vertaald, maar dat, in principe als je op wil zoeken op Google, zeg maar, als je dan wolvarken intypt, dan komt dus dat ras komt tevoorschijn. En dat is een heel bijzonder ras. Ik had er zelf eigenlijk tot voor kort ook nooit van gehoord. Maar hier vlakbij op de Veluwe, zeg maar, daar lopen ze dus in het bos. En die, dat is een mevrouw die houdt die dingen voor de hobby. En van die hobby heeft ze, nou, kunnen we bijna zeggen, werk van gemaakt. Maar het is voor haar nog steeds echt een grote hobby. En dat varken, dat kun je een beetje vergelijken met het Wagyu-rund uit Japan, zeg maar. En een heel apart varken, heel vet ook. Maar het vet, als je dat vet eet, dan is het niet, dat proeft niet vet, zeg maar. Dat is eigenlijk, je kunt eigenlijk een beetje romig vet, zeg maar. En het vlees daarvan is ook eigenlijk niet te vergelijken met gewoon varkensvlees. Het is veel zachter, veel smaakvoller, zeg maar. Alleen het is zo uniek dat het niet echt in handel te verkrijgen is, zeg maar. En het is wel te verkrijgen, maar het is heel duur. Wat zijn dit voor soort varkens? Dit zijn Mangalitas. En Mangalita is een beetje een moeilijke naam voor een wolvarken. Hè? Want ze hebben ook behoorlijke beharing. Ze zijn dus niet naakt en roze. Ze komen oorspronkelijk uit Hongarije. Het is een heel, heel oud ras. Een oervarken, zeg je ook wel eens. Want de biggen hebben echt strepen, net als de wilde zwijnen nog hebben. De zeugen die krijgen ook maar maximaal 10 biggen, soms 11, maar ze hebben maar 10 tepels. En al die roze varkens die zijn natuurlijk gefokt op heel veel biggen, veel vleesproductie. En dit is eigenlijk een ouderwets spekzwijnras. Waarom heb je voor dit ras gekozen? Ja, dat is een grappig verhaaltje. Want ik wilde helemaal niet varkens fokken, dat was niet mijn bedoeling. En wij wonen dus in een buurt waar wilde zwijnen zijn en er was een zeug was aangereden en die was overleden blijkbaar. En bij ons liepen twee kleine biggetjes, frieslingen heette dat, met van die streepjes, 2 weken oud in de tuin. Nou ja, en we hebben tienerzones en die hebben er eentje te pakken gekregen. En die is gebleven, want je weet als je hem weer terugzet, dan gaat hij dood. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja goed, Anne heette ze dan. Ook al stop je heel veel tijd in, een varken moet niet alleen zijn. Een varken alleen houden, dat wordt hij niet echt happy en gelukkig van, ook al ben je er veel meer samen. Nou, toen ben ik op zoek gegaan naar een ras wat eigenlijk een beetje winterhard is en net zo kan leven als een wild zwijn. Ja, en dan heb je de Bonte Bentheimer. Dat gaat aardig goed, maar die hebben jullie ook daar gezien. Die loopt Gordon zien. Hij is hem alweer gepeerd. Ja, helemaal daar achterin. En ik zag die Mangalitas en die had ik nog nooit gezien. Maar als je een wild zwijn gewend bent, met heel veel haar en zo. En ik hou sowieso van rond en veel haar. Nou, dat Mangalita heeft dat. Dus ik vond het meteen helemaal geweldig. Maar ze waren echt heel, heel moeilijk te vinden. Hebben die beesten nu apart onderhoud nodig qua voer en qua leven? Ja en nee. Aan de ene kant is het een heel erg makkelijk ras. Aan de andere kant, een Mangalita is nog, omdat het dus heel dicht nog bij het wilde zwijn zit, is het eigenlijk niks wat je in een stal moet stoppen. Daar worden ze erg ongelukkig van. Ze zijn heel speels, ze zijn heel actief.
Heel veel rozenvarkens, daar is natuurlijk het actievere uitgefokt. Want we willen liever dat het snel gaat groeien en niet zoveel loopt. Want het kost allemaal energie. Dus die zijn eigenlijk een beetje, nou ja, die vinden het leuk om te liggen en niet veel te doen. En de mangalita, ook al heeft die goed gegeten, die gaat gewoon graven. Dat zit daar gewoon in. Dus het zijn heel actieve beesten. En als je die dus op beton zet, dan worden die niet echt vrolijk van. Dus als je een ADHD'er op gaat sluiten. Nee, die moet je lekker naar buiten doen. Die moet lekker rennen en vliegen en dan is hij helemaal happy. En dat is met hun eigenlijk ook. Maar je geeft ze net eikels. Wat geef je ze nog meer dan? Nou, ze lopen natuurlijk hier buiten. Hè? Dus heel veel kunnen ze vinden. Nou denken mensen natuurlijk, een varken eet alleen maar eikels en beukennootjes en dit soort dingen. Maar eikels hebben we dit jaar heel veel. Maar we hebben ook jaren, er is helemaal niks. Nee. Dus ja. Wat doe je dan? Nou, eigenlijk is een varken wat buiten kan fourageren en eten, daar is 80% van wat het eet, is eigenlijk gras. En kruiden en plantaardige dingen. En natuurlijk als ze kunnen krijgen, dan nemen ze wormen en muizen en kleine dieren pakken ze. Maar eigenlijk het hoofdvoedsel is natuurlijk gewoon wat een wild zwijn ook kan vinden. Nou moet je natuurlijk dan wel heel erg veel ruimte hebben. Ja, want ze zijn hier natuurlijk wel beperkt. Ja, want dus je moet op een gegeven moment wel bijvoeren. Niet zozeer omdat je bij moet voeren voor de... Ja, dat is de ene is dominant en de andere niet. En dat is Jana. En dat is Bayonetta. En Bayonetta wordt geslacht. Nou ja, en Bayonetta zit in de rangorde eronder en Jana zit erboven. Dus dat was even duidelijk, dit is mijn eten en jij gaat aan de kant. En dat gaat met heel veel geschil. Maar goed, wat ze nog meer eten. Ja, wat je dus bij kan voeren. In principe kan je heel veel dingen bijvoeren. Het is alleen zo dat je, als je een mangalita wil slachten. Dan gaat het erom, er zit heel veel vet op. Ik zei, het is een spekzwijn. Is dit nu puur een hobby of kun je ervan leven? Het is geen hobby en je kan er niet van leven. Nee, en voor een hobby is het te veel. Ik doe gewoon te veel met die dieren. Ik ben aan het fokken. Ik geef een beetje onderwijs erin. Als mensen zeggen van, ga daar iets over vertellen. Laatst was ik bij een museum geweest, een prehistorisch museum. En die willen graag iets weten waar je een dag iets gaat vertellen. Daarnaast heb ik ze ook nog in Almere lopen, waar ze dus voor die reuzenberenklauw ingezet worden in natuurgebieden. Dat gaat supergoed en er zijn ook steeds meer mensen en gemeentes die willen weten hoe dat werkt. Dus daar geef je ook advies. Maar nu wordt er één geslacht. Ja, Bayonetta. Bayonetta wordt geslacht. Nou ja, Bayonetta is eigenlijk een stamboekzeugd. Dus die komt uit Oostenrijk. Is eigenlijk te zonde om te slachten. Maar die heeft rugproblemen. Kan ook een keer gebeuren. En die moet dus geen biggen meer krijgen. En nou ja, goed. Die hebben we afgemest. En die gaat dus straks naar de slacht. En dan gaan we dus even proeven en kijken van... Nou ja, wat we er allemaal ingestopt hebben, wat eruit komt. Wat ben jij voor soort slager? Nou, ik ben dus een volambachtelijke slager, zeg maar. En dat wil gewoon zeggen dat in principe ja, het vlees slachten we hier niet hier meer zelf. Maar we hebben wel onze eigen boeren, zeg maar, die dat hier net buiten Gedderen de varkens doen. En een andere boer die de runderen doet voor mij. En dat wordt in Nijkerk bij Slachterij Worst wordt dat geslacht. En dat is eigenlijk de basis van een ambachtelijke slager, zeg maar. En vanuit die basis werken wij dus, maken wij vleeswaren, maken wij worst, hebben wij vers vlees in de toonbank liggen, zeg maar. En dat is echt ambachtelijk, zeg maar. Dat is net als een meubelmaker die zijn eigen meubels maakt, zeg maar.
dacht je ervan? Ik heb vorig jaar al van de varken van haar twee hamertjes gemaakt, zeg maar. Twee rauwe hamertjes en dan op de manier van de Parma. En die hebben we dan ook echt bijna 9 maanden laten rijpen, zeg maar. En ja, dat was gewoon echt super. Echt qua smaak, en dat is gewoon, nou, je kunt het gewoon niet vergelijken met iets anders, zeg maar. Het heeft toch geen afwijkende smaak, maar het heeft gewoon echt een lekkere smaak. En ik verwacht, we gaan meer dingen maken. Ik verwacht er gewoon heel veel van, ja. En als jij een mangalite hebt en je hebt hem goed afgemest ook, dan ruikt dat vet nergens naar. Dus het heeft niet die geur wat je normaal hebt, dat je denkt van, nou, ik zou niet zeggen varkensgeur, maar gewoon een geur waar je denkt, oh, dat gaat richting hartig. En dat gebeurt bij het mangalitsa dus niet. Het ruikt dus nergens naar en het proeft ook nergens naar. En vet is een smaakversterker. Dus alles wat je daaraan toevoegt aan kruiden, wordt alleen maar versterkt. Dat is het leuke aan het mangalitsa, vind ik zelf ook. Behalve dat het dus gewoon heel erg zacht is. Dat kunnen we even kijken. Het is ook heel erg gezond. Ja, dus er zit heel veel omega-3 en omega-6 vetzuren in. Dus zoals bij vis. Ja. Onverzadigde vetzuren. En het heeft ook een lager cholesterol. Sommigen zeggen van, er zit geen cholesterol in. Nou, dat gaat dus niet, hè. Dat zal iedere wetenschapper zeggen van, daar zit je te jokken. Er zit wel veel minder in dan in ander varkensvet. En het smelt al met 32 graden. Dus dit, normaal gesproken, als je dit zeg maar uit de koelkast zou halen. Dit komt uit de koelkast. Dit is echt koud. Is koud? Ja. Is koud. Nou, als je dat met boter of ander vet doet, dat is hard. Ja. Dit is niet hard. Nee, dat blijft smeuïg. Ja, dus kijk, dat kun je in principe. Zie je? Dat, het vloeit net als olie. Ja. Weg. Maar wat is nu echt een stukje goed vlees? Goed vlees, je bedoelt om te eten of gewoon dat je zegt onderscheidend vlees? Ja. Onderscheidend vlees, wij verkopen echt onderscheidend vlees ten opzichte van de grote hoop van de supermarkt, bij wijze van spreken. Ik wil niet zeggen dat de supermarkt per se kwalitatief minder vlees verkoopt, zeg maar. Maar de bewerking in de supermarkt is gewoon, wordt over het algemeen gedaan in de slachterij zelf. En dat wordt over het algemeen ook gedaan door mensen die eigenlijk niet geschoold zijn ervoor. En ja, die geen feeling hebben voor het vlees, die snijden vlees voor om wat aan te verdienen, zeg maar. Voor een loon. En gepassioneerd vlees, dat is waar de slager dus hart en ziel in. Ja, vakmanschap, inderdaad. En daarnaast het ambacht, zeg maar. Kijk, er zijn een hele hoop slagers die zelf, niet meer zelf slachten. Maar die wel gewoon ontzettend gevoel hebben voor, ik koop kwaliteit in. En die hebben een kanaal ook om kwaliteit in te kopen. Dus de ambachtelijke slager, of de gewoon normale slager, zeg maar. Daar kun je goed vlees kopen, absoluut.